Hey iedereen, vandaag ga ik met jullie mijn koffer inpakken voor vakantie. Hij staat hier achter me en ik zit nu ook op de grond en al mijn kleding ligt hier verspreid over de grond heen. En mijn schoenen, mijn bikinis, etc. En het leek me leuk om de camera voor jullie aan te zetten en dan te laten zien wat ik meeneem op vakantie. Hoe pak ik mijn koffer in? En tussendoor ga ik ook gewoon een beetje met jullie kletsen. En ik heb al eerder zo'n soort video opgenomen dat ik liet zien wat ik allemaal meenam op vakantie. En intussen gaf ik jullie ook wat tips. Dat was vorig jaar oktober opgenomen en ze ging naar de Malediven. Maar nu gaan we ergens anders naartoe. En daarvoor neem ik ook hele andere dingetjes mee. Dus ik ga het in deze video laten zien aan jullie. En ik wens zoals altijd weer heel erg veel kijkplezier. Trouwens, voordat we gaan beginnen heb ik nog even een kleine mededeling voor jullie. Want ik heb laatst op Instagram ook al even aangegeven dat er de komende 2 weken op de dinsdagen en de donderdagen geen normale video's online komen. En dat heeft te maken met mijn vakantie. Ik had besloten om dus gewoon geen normale video's voor jullie te filmen. Omdat het zelf iets te veel voor mij was. En ik heb gewoon even een stapje teruggenomen. Dus ja, de komende 2 weken even op dinsdag en donderdag geen video's. Al was mijn excuses ervoor voor als je iedere dinsdag en donderdag heel graag naar mijn normale video's kijkt. Maar na deze 2 weken komen ze gewoon weer terug. En dan kan ik weer tutorials voor jullie maken, et cetera. Maar in ieder geval voor deze dinsdag, dus vandaag als jullie kijken, heb ik gewoon nog wel deze video voor jullie gepland. Maar donderdag komt er dus geen video. En voor de rest alleen maar vlogs op de maandagen, de woensdagen en de vrijdagen. En na mijn vakantie komen er heel veel Miami vlogs en leuke dingetjes online. Dus hou dat zeker even in de gaten. En ik ga nu snel beginnen met het inpakken van mijn koffer. Ik ga eerst beginnen met het inpakken van al mijn bikinis. En daar heb ik een speciaal tasje voor. Deze is van Hunkemöller. En ik ga hier gewoon al mijn bikinis instoppen. Zodat ik gewoon een apart tasje daarvoor heb. En dat het niet allemaal los door mijn koffer heen ligt. Ik heb super veel bikinis en badpakken en ik denk dat ik ze wel allemaal ga meenemen, want ja, dit wordt iedere dag snel vies en dat wil je dan weer eventjes wassen. Dus ik ga gewoon alles wat hier ligt nu hier instoppen. Dat heb ik net ook van tevoren al even uitgezocht trouwens. Dit is in ieder geval een super tof badpak van Miss Guided. Deze ga ik heel vaak dragen, dat weet ik nu al. Mooi mintkleurtje, die gaat in de tas. Dan heb ik hier eentje van Brazilian Bikini Shop, gewoon een zwarte is dat. En alles wat ik trouwens vandaag laat zien, dat zien jullie ook in mijn vlogs natuurlijk voorbij komen. En daar komen ook heel veel outfit of the days weer in terug. Dus ja, deze van River Island, ook heel erg mooi. Die heb ik ook pas besteld. Dan heb ik hier nog een super mooie bikini waar ik heel erg blij mee ben. Die is ook van de River Island. Nou, deze is ook van Brazilian Webshop, maar die heeft geen broekje, want die is niet op tijd binnengekomen. Super irritant. Maar dan moet ik gewoon even een wit broekje bij zoeken. Maar dat kan ook gewoon in Miami zelf. Bij Victoria's Secret bijvoorbeeld of bij de H&M. En dan heb ik hier nog een witte top. Die is ook van Brazilian. Maar ja, dat broekje is dus ook te laat binnengekomen. Dus die neem ik wel mee. Maar dan moet ik gewoon even nog een los wit broekje kopen daar. Dat is niet erg. Hier nog een badpak. Wederom van Miss Guided. Maar deze is van vorig jaar. Die is dus zwart met wit. Die had ik ook meegenomen naar de Malediven, maar die heb ik daar eigenlijk niet gedragen. Dat is wel echt super zonde. Deze twijfel ik nog over, want hij is super mooi, dat wel. Maar ik heb er geen broekje bij, want die is dus ook niet op tijd binnengekomen. Maar wellicht dat ik hem wel kan meenemen en dat dus combineren met een leuk wit broekje of zo. Ja, ik ga het gewoon meenemen. Het ding weegt echt niks. Dus dat zijn eigenlijk al mijn bikinis. Dat neemt al best wel veel ruimte in beslag, dus ik denk dat het meest praktisch is om die in het zijvakje te doen, waar mijn schoenen zo meteen ook komen. Ik heb zwarte slippers, nude hakken, die gewoon lekker lopen ook, want ja, we zullen ook wel avondjes uitgaan en dan kan ik echt niet op die naald hakken ja, de hele nacht volhouden. Dus ik heb ook gewoon makkelijke hakken. Die gaan sowieso mee. Dan heb ik hier sportschoenen slash sneakers die ik ook gewoon in mijn vrije tijd kan dragen. Maar ik heb deze gewoon ook meegenomen omdat we dus ook willen hardlopen en sporten daar. Maar ik zou ze eventueel ook gewoon overdag kunnen dragen. Dan heb ik hier nog zwarte slippertjes. Die zijn van Lovies. En deze zijn ook van Lovies. En die lopen heel erg lekker. Daar kan ik ook echt de hele dag op volhouden. Omdat die zool wat dikker is. Dus die gaan ook mee. En ik heb ook echt gekozen voor zwart en dan beige slippers. Want dat past ook overal bij. En hier heb ik nog zwarte hakken. Deze zijn dan wel naald. Maar ja, ik vind het ook wel heel erg mooi deze. Die heb ik bij Public Desire besteld vorig jaar. En hier kan ik ook echt wel lang oplopen. Dus die gaan ook mee. Dus dan heb ik zwart, nude en dat past ook gewoon overal bij. En dan heb ik hier nog slippertjes. Deze zijn echt voor naar het strand. Of als ik even snel ergens naar beneden ga naar het zwembad of zo, kan ik deze gewoon makkelijk aantrekken. Dan hoef ik niet steeds die veters los en vast te maken. Dus dat gaat hier allemaal in het zijvakje.
Dan heb ik hier nog sportkleding. Dat gaat uiteraard ook in mijn koffer. En dat doe ik gewoon hier een beetje aan de zijkanten. Dan heb ik gewoon twee broekjes mee. Korte broekjes. Echt van die sportbroekjes. Die ik lekker kan dragen op het strand of zo. Ik ga echt geen lange leggings meenemen, want het is veel te warm. Een sporttop, gewoon helemaal zwart. Hier heb ik trouwens ook nog een zwarte sporttop liggen. En hier nog een felgele. Mijn sport-BH zit nu in de was, dus die moet ik even eruit pakken morgenochtend, als ik dat niet vergeet. En dan heb ik hier nog twee sporthandschoenen voor als ik zware gewichten ga tillen. Dus dat is mijn sportgedeelte. En dan ga ik nu verder met de jurkjes. Ik heb zeg maar al een selectie gemaakt met dingetjes die ik 's avonds wil gaan dragen. Dus voor speciale gelegenheden. Daar heb ik nu dus een soort van crochet of hoe je dat ook wil noemen, top voor. En ik stop die gewoon hier. Dan heb ik hier nog een superleuk playsuit. Deze is van Lovies, van hun eigen collectie. En deze vind ik wel heel erg leuk voor 's avonds. Dus die ga ik dan ook echt 's avonds dragen. Maar niet voor in de club, maar gewoon meer voor als we uit eten gaan of zo. Nog een superleuk playsuitje van Lovies. Deze is zwart met streepjes. Ik ga hem even zo neerleggen, dan zie je het wat beter. Heel erg cute. En die rol ik dan ook op. Je kan het beste trouwens oprollen. Dus dat je zo doet. En dat je het dan zo in de koffer stopt. Dus dat moet ik ook even met deze doen eigenlijk. Dan heb ik hier een basic zwarte rok. Hier heb ik nog een super mooie lange jurk. Deze ga je sowieso voorbij zien komen op foto's op Instagram bijvoorbeeld. Of in mijn vlogs. En deze is van Bershka. Heel erg blij mee. Ik heb hem nog nooit gedragen. Dus in Miami wordt de eerste keer. Het is echt een hele mooie romantische jurk. Hier heb ik nog een playsuit. Die heb ik ook aangehad bij het Open Air Festival. Een superleuk wit kanten playsuitje. Deze is dus ook van Lovies. En ik, sorry alvast als ik het nu een beetje slordig laat zien allemaal. Maar ja, ik hoop dat het toch een beetje duidelijk is zo op beeld. En zo niet, dan zie je dit sowieso terug op Facebook, wil ik zeggen, op Instagram, et cetera. Nou, dan heb ik hier nog een mooi zwart jurkje. Ik heb best wel veel zwart, want zwart is altijd goed. Een witte rok, kokerrok is dat. Nou, ik heb dan al een zwarte en een witte, dus daar kan ik ook weer wat tops mee combineren. Hier een rode rok, een rode kokerrok. Die is van een webshop waarvan ik de naam niet kan uitspreken. Lexquadies of zo, ik heb geen idee. Maar ja, als ik hem draag in een vlog, dan zet ik wel even de link erbij. Voor degenen die het willen weten, want het is echt een hele mooie rok. En daarbij heb ik dan zo'n top. Dit is echt, ja, best wel heftig. Het is zo'n top met van die streep. Ja, het is heel lastig uit te leggen. Zo zit hij meer. Dus dan heb je hier je boobs en dan zit hier die touwtjes. Heel erg chic en best wel bloot, maar in Miami is dat dus schijnbaar heel normaal. In de clubs in ieder geval. Dat ga ik dan niet uit eten, tijdens een etentje dragen. Hier heb ik een soort van playsuit die je op verschillende manieren kan vastmaken aan de voorkant. Ik heb nog geen idee hoe dat werkt, maar hij is in ieder geval van Lovies. Hier nog dezelfde top die ik dus ook in het rood heb, maar dan in het wit hier. Die neem ik ook gewoon mee, want ik heb hier dus ook een witte rok. En daar kan ik dus ook twee outfits van maken, omdat ik dan hier een witte top heb en hier. Dus dan lijkt het toch weer iets heel anders. Een hele mooie nude kleurige jurk. Deze is van Boohoo. Dan heb ik ook een nieuwe. Die is ook vrij lang, maar de stof is lekker dun. Dus dat is wel prettig, vooral tijdens het uitgaan. Een kaartje zit er nog aan, dus die ga ik gelijk eruit halen. Zo. En het laatste jurkje is ook van Boohoo. Super schattig is die. Deze is paars en dan heeft hij hier van die dingetjes bij de borsten. En die gaat ook mee. Het is ook een heel lekker stofje. Dus dat zijn alle uitgaansjurkjes en tops. Dan ga ik nu verder met alle spijkerbroekjes en rokken. Te beginnen bij dit super schattige rokje. Volgens mij is deze van Come Get Fashion. Weet ik niet 100% zeker, maar het is in ieder geval zo'n rok met van die buttons aan de voorkant. Deze rol ik ook weer op en die gaat dan hier aan de zijkant. Een ripped short. Deze is van de Bershka. Ook recentelijk gekocht, dus die hebben ze waarschijnlijk nog wel. Het is een beetje high waist en dan heeft hij heel veel leuke scheurtjes erop. High waist spijkerbroekje van Straatstijl. Nog een spijkerbroekje. Deze is van Misguided. Dan heb ik hier nog een superleuk suède rokje in bruine kleur. Deze kan ook echt met van alles en nog wat gedragen worden. Een wit broekje. Deze kan op het strand gedragen worden, maar ook voor speciale gelegenheden vind ik. Maar dat is maar gewoon afhankelijk met wat je het combineert. Nog een spijkerbroekje. Deze is van Most Wanted NL.
En als laatste heb ik hier nog een broekje van Misguided. Kaki groen met een zwart veter aan. Dan ga ik nu verder met alle strandjurkjes of playsuits. Te beginnen bij deze, die is van Misguided. Superleuk zwart met een patroontje hier. En deze die rol ik ook weer op. Playsuitje van Lofi, zalmkleurig. Super schattig. Weegt ook echt geen drol dit ding trouwens. Nog een shirtje. Deze kan ik dan ook dragen als jurkje als we naar het strand gaan. Hier heb ik nog een playsuit. Ook super handig voor naar het strand. Heel leuk patroontje trouwens ook. Die is wederom van Lofi's. Dit is een off-the-shoulder zwarte top. Deze is volgens mij van Misguided. Nog een gehaakt jurkje. Deze doe ik gewoon even hier bovenop. Crop top. Ja, die vind ik altijd zo lastig om op te vouwen. Dus die stop ik gewoon hier tussen. Dan heb ik hier nog een crop top wit t-shirt. Gewoon lekker basic. Altijd handig. Vooral naar het strand. Hier nog een top. Deze is gewoon een beetje koraalkleurig. Hier nog een topje van Lofi's. Hier nog een basic topje. En hier nog een crop top. Die stop ik dan gewoon even zo hier, want op een gegeven moment past het er gewoon toch niet meer in. Tot slot nog een heel leuk grijzig shirtje. Perfect voor het strand. Dus dat is alles wat met mij meegaat wat betreft tops, uitgaansjurkjes en playsuits voor overdag. Dan heb ik hier nog ruimte over aan de zijkant. En daar komt dan mijn beautycase. En mijn tools, steltang en krultang stop ik hier aan de zijkant. Dus dan is het eigenlijk al klaar. Oké, steltang, krultang, die gaan hier aan de zijkant. En dan ga ik even mijn beautycase er nog bij pakken. En die kan dan nog hier tussen gestopt worden. En voilà, het past precies. Het enige wat ik nu nog in mijn koffer moet stoppen zijn deze twee tasjes. Die was ik eigenlijk vergeten. Dit zijn gewoon twee tasjes, dus een zwarte kleur en een nude kleur. Vind ik voldoende voor het uitgaan, want zwart past overal bij en nude ook. Dus deze twee gaan dan in het achterste vakje. En klaar is ie! Nou, dat was dat dus hoe ik mijn koffer heb ingepakt voor mijn vakantie naar Miami. Vond je het leuk? Doe dan natuurlijk je duimpje omhoog. En vergeet je ook niet te abonneren door even hier te klikken op abonneren. En dan zie je mij morgen gewoon weer terug in een nieuwe video. En houd er dus even rekening mee dat er op de dinsdag en de donderdag geen video online komt volgende week. En deze donderdag dus ook niet, maar wel maandag, woensdag en vrijdag. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.